Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb genoegen met Ivo Sprongmans. Drie, vier keer per week. Een anderhalf tot twee uur. Hoeveel kilometer parkeer? Tussen de 50 en 60 kilometer. Dat is op jaarbasis 10, 15.000 kilometer. Met deze fiets? Met beide fietsen. En dit is een? Motorbike. En de andere fiets? Een racefiets. Racefiets. Ja. En wanneer racefiets, wanneer mountainbike? Mountainbike, wanneer het wat slechter weer is. Met de racefiets alleen maar met goed weer. Maar ook meer zonnig weer? Zonnig weer, ja. Dus eigenlijk meer de periode april, oktober, november zo? Zoiets, ja. Zoiets, ja. Maar met de mountainbike het hele jaar? Of het hele ook? Jaar, ja. Okay. Zomer en winter. Ik woon zelf in België. Dus ik ga van hieruit de Mechelsheide op. En dan ik ben daar binnen 2 tot 5 kilometer ben, zit ik erop. En dan vanaf daar rijd ik dan een rondje. En dat rondje, ja, oké, u zegt 50, 60 kilometer. Mm-hmm. Maar is dat een rondje, ja, want je zou zeggen 50, 60 kilometer, dat is toch een flink traject wat je kunt afleggen. Of is die heide zo groot? Die heide is echt heel groot. Ja, nee, oké. Okay. Je spreekt over een 40 kilometer doorsnee, denk ik, en een 20 kilometer breedte. Mag het zijn. Voornamelijk zand en modder, maar het meeste ondergronde zand. En dat is het ergste wat je kunt hebben voor de strijkhold? Dit is het voor een fiets of voor een aandrijving is dat het ergste wat je kunt hebben, ja, zand. Dat slijt gewoon het meeste van het materiaal. Het gaat kraken, het schakelt niet meer, het gaat springen, dansen. Dus, springen, dansen? De ketten gaat springen, dansen als er veel zand tussen zit. Omdat hij dan niet meer blijft liggen op de blok. Op de blok, op de cassette, de tandwielen. De cassette. Dus dan tot je eigenlijk hem niet meer sluitend maakt, ja. Maar eroverheen dan loopt. Dan begint te springen, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ik heb er gisteren een stukje op gereden, ik weet niet of je het kunt zien. Ik zal het nog eens even wat dichterbij pakken, want ik zie dat de fiets niet helemaal schoon is. Nee, ik heb hem niet gepoetst helaas. Dat is ook de eerste keer. Nee, het doet er niet toe. Alleen de ketting is zo vrij proper, dus op schoon. En dat heeft te maken met de strijkhold. En de ketting is schoon, wat je zelf zegt, op basis van tot het zo nauw uitziet, na eigenlijk de rit wat je gemaakt hebt. En toch geen vettige handen. En ik heb er gisteren ongeveer een 25 kilometer op gereden. Een uur, anderhalf uur voordat ik vertrek, wordt het ingespoten. En dan wrijf ik dat nog meestal ervan af, zodat er zo weinig mogelijk materiaal op de ketting blijft zitten. En dan vertrek ik. Maar dan zul je misschien ook ervaren, en wat verschillende van mijn klanten zeggen, dat op het moment, als ze bijvoorbeeld na een anderhalf uur de ketting pakken, dat er ook maar minimaal nog aanwezig is van de strijkhold, omdat die heel, ja, heel fijn verdampt. Hij verdampt en hij wordt wat harder. Het wordt een soort waxachtig materiaal.
En daardoor blijft het materiaal eigenlijk heel goed zitten op de ketting, waardoor je de hele rit er plezier van hebt. Plus, als je daarna het schoonmaken, één keer erover wrijven, klaar en het is schoon, en je kunt er gewoon een nieuwe strijk overheen spuiten. Ja. Maar naderhand, de vervolgbehandelingen zijn vrij eenvoudig. Heel eenvoudig. Als de ketting eenmaal schoon is, hou je hem eigenlijk ook vrij schoon. Ja. En omdat hij natuurlijk ook niks opneemt, of ja, minimaal opneemt, ja, is hij ook heel gemakkelijk weer te behandelen. Juist. Goh, een 300 denk ik. En als je die moet zeggen 300, hoeveel op B en hoeveel op A niveau? 200 A, 100 op B. Zo. In 1990 Nederlands kampioen bij de junioren, kwartrio. Nederlands kampioen bij de junioren, run by run. In 91. 92 eerst kampioen, kwart trio junioren. 93 derde op de Nederlandse kampioenschappen bij de profs. En dan heb je nog het Europees kampioenschap vierde en achtste in 92 en 93. Zo, redelijk wat titels. Redelijk, ja. En genoeg wedstrijden. Ja. Op basis? Waar kijk je heel sterk naar? Als het product de ketting sowieso niet reinigt en schoonmaakt zoals ik dat wil, dan komt het er niet op. Als het product na een half uur begint te kraken of 10 minuten, en dan brengt niet op wat ik dat wil qua geluid of qua stilheid, gooi ik er ook niet op. Het moet echt wel duurzaam zijn, reinigend zijn. En geluidsarm zijn. En geluidsarm is een teken voor jou dat de smering nog voldoende aanwezig is. Dat de smering voldoende is, ja. Ja. Buiten het feit, in jouw gebeuren, dat het niet plakkerig en niet vettig is. Waardoor dat het gewoon... is ook een vereiste. Ja. Ik zit zelf in de fietsbranche. Dus je hebt ook Squirt gebruikt? Ja. En wat zijn jouw ervaringen met Squirt? Eigenlijk heel goed. Maar niet beter als een strijkel. Hetzelfde. Voor mij staat dat op hetzelfde niveau. Maar dat ligt aan wat voor een olie dit. Ja, alleen hoor ik van klanten zeggen die Squirt gebruiken tot het smeergebeuren van de strijkel verder gaat. Tot langer blijft smeren. Juist. Dat is mijn ervaring ook. En dat is waarom ik zo enthousiast over het strijkel gebeuren ben. Het is langdurig. Onderhoud ervan is gewoon veel beter dan bijvoorbeeld anders meer.
Rijwielhersteller, fietsmaker. Op dit moment 11 jaar. 11 jaar. Jeff Jansen Elslo. Een bekende naam in de wielersport. Ja, dat klopt. Verleken onder ons. Jeff Jansen was een begrip voor. Jeff Jansen was de eerste oud-Nederlands renner die wat de Tour uit heeft gereden. De Tour de France. Tour de France, met de profs. Nederlands kampioen is geworden in 1949 en in 1947 na de oorlog. Dus het was wel een begrip in Nederlands Limburg. Ja. Ja. Ik vind het een algemeen een zeer goed spul. Voor mij krijg ik ook een dikke duim. Heel mooi, bedankt. Maar nogmaals, als het materiaal intensief gebruikt is, moet je het materiaal ook intensief gebruiken door de smering ook geregeld te doen. En dat is ook met de strijkhout, maar dat geldt voor ieder ander olieproduct en smeermiddel. Het is geen wonderproduct? Nee, nee. Nee, totaal niet. Heeft de strijkhout voor jou een toegevoegde waarde? Ja, nu zeker. Hoe bedoel je nu zeker? Ik heb al zoveel smeermiddelen geprobeerd. En de strijkhout is voor mij het middel voor te blijven gebruiken. Mooi om te horen. Zou je hem niet willen missen? Nee, absoluut niet meer. Nee, oké. Okay. Is dus geen overbodige vraag? Nee. Voor mij wel. Nogmaals, een ketting moet je blijven smeren. Ja, logisch. Maar de strijkholte is voor mij gewoon de nummer 1. Het werkt. En daar gaat het om. Ja, perfect. Ja, dat heb ik. Ik kraak daar door stukken, man. Ik denk dat hij weinig klachten gaat krijgen qua geluid. Qua schakelen en het overige dingen wat de fietsen maken heeft. Dat betekent dus het schoonmaken van de ketting is veel makkelijker door de strijkhout. Het schoonmaken van de blok is veel makkelijker door de strijkhout. En de meeste renners zijn niet zo bekwaam of technisch voor de fietsen volledig in elkaar te halen. Dus nee, oké, dat is geloof ik best wel. Het is gewoon ideaal daarvoor. Oké, perfect. En ja, net zoals je ook zegt, als je hem eenmaal met de strijkhout behandeld hebt, is een stukje onderhoud ook vele malen makkelijker. Ja. Ten eerste, de strijkhout een beetje op een doek spuiten. De ketting een paar keer ronddraaien en de doek erop houden, zodat de ketting schoon wordt. En dan één keer inspuiten met de strijkhout, 5 minuten laten intrekken en dat nog eens even afrijden. En dan is het perfect. Dus met andere woorden, je doet reinigen en smeren tegelijkertijd met de strijkhout. Ja. Dat zijn bij jou gewoon ook op dit moment de beste ervaringen. Ja, ik heb daar gewoon de beste ervaringen. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb het ook wel bij meerdere klanten van mij gehoord die het ook op deze basis doen. En omdat die ook een reinigende capaciteit in zich heeft. Dat ze zeggen van, hij reinigt goed en laat even de smeerfilm achter. Wat waar zich om draait natuurlijk. Ja. Hè. En vooral het verwijderen van de oude vetten of olie is heel belangrijk. Ja. En als hij eenmaal in de strijkhout zit, is het heel makkelijk om het goed te houden. Ja, dat is net wat je zelf zegt. Een kwestie van terugkomen en even gemakkelijk schoonmaken. Ik adviseer ze om eens schoon te proberen met strijkhout en dan zien ze het resultaat vanzelf. Ja, dus wat jij ervaart bij de mountainbike. Vroeger heb je renfiets, nu even op dit moment niet, maar meer mountainbike. Maar de resultaten wat jij hebt, dan kan het natuurlijk alleen maar des te beter ook bij de renfiets zijn. Bij de mountainbike lijkt het gewoon veel meer dan bij de racefiets. Dus bij de racefiets is het nog makkelijker om de ketting proper te houden. Ja. Nou, uiteraard meneer Spronkmans, u had nog een opmerking? Wat ik hoorde, vooral met het gebruik van de strijkhout? Het prijstechnisch vind ik strijkhout een geweldig product, omdat het kost 2 tientjes. Ik heb er nu
4000 kilometer mee met deze ketting gereden. Deze bus heb ik gekocht samen met de ketting. Dat is nu waarschijnlijk 1/3 uit. En als je het prijstechnisch bekijkt, is het een goed product. Dus met andere woorden, je hebt 1/3 nou gesmeerd voor 4000 kilometer. Ja, en 3900 kilometer. Ja. Dus met andere woorden, je zou dus met deze bus in uw calculatie bijna 12.000 kilometer kunnen fietsen. Ik denk dat ik zelfs wel meer en meer rijd. Ja. Ik ga uit van 12.000 tot 15.000 kilometer. Met één busje? Met één busje. En wat is dan eigenlijk een prijs van 2 tientjes daar tegenover? Niks. Iedereen, van wapenspecialist tot fietsenmaker. Dat klopt, daar komt het ook van. En ik had begrepen ook van, je had nou ook bewust voor deze de ketting weer eens een keer niet schoongemaakt. Nee. En je ziet dus ook, ik zal eens even inzoomen, dat die ook lekker stoffig is. Mm-hmm. Dus dat je kunt zien dat er gewoon letterlijk de stof erop zit. En dat de ketting. Deze ketting had je niet schoongemaakt? Deze heb ik niet schoongemaakt. En als je deze schoonmaakt, dan spuit je hem op een doek met straanken en loop je hem eroverheen? Ja. Of hoe je het doet? Ja. Ik ben van de bedoel. Ja. Nee, je moet zo een tientje hebben. En dit is de vervuiling? Wat je nou eraf had? Dat is de vervuiling van een kilometer of 35. 35. En dus voornamelijk is dat stof. Stof. Maar uiteindelijk, als ik zie wat eraf komt, is dat toch vrij minimaal, ja, qua vervuiling. Ja. Oké. Okay. Dus nu in dit geval heb je dus de ketting nou schoongemaakt met de strijkel. Met de strijkel. En dan ga je nu hem nu in principe dus weer behandelen met de strijkel. Ja. Oké. Okay. Wat doe je dan nou? Nou spuit ik de ketting volledig in met de strijkel. Dan laat ik 5 minuten zitten en dan dreef dat nog af. Nou, dus dat zo ziet, gaat vrij eenvoudig, vind ik maar. Ja, dat is hem. Dit laat ik 5 minuten intrekken en dan wrijf ik het daarna schoon voor de fietsen. Dus zoals je nu ingespoten hebt, laat je hem 5 minuten drogen en dan loop je nog even met de doek naar. Dan loop ik hem achter de doek aan. Oké, okay, perfect. En als het goed is, als je goed over de ketting wrijft, moet je gesmeerd zijn, maar geen vuile handen krijgen. En dan is de ketting goed. Dus je voelt eigenlijk na die 5 minuten, als je met de doek eroverheen gaat, dat hij als het ware, tot hij gesmeerd is, maar hij is gewoon niet vuil. Ja, dus dat betekent gewoon als je erover wrijft met je vingers, dat je geen zwarte handen hebt, maar toch een vettige avond. Ja, Ivo Sprankmans, hartelijk bedankt voor dit interview. En u ziet het op YouTube terugkomen. Graag gedaan.